my corner. Awesome Robert is the back of my say hand. Van die eerste lucht in die morgen, hier die donkere nacht vanaf. Zijn genade slaat bij Asen weg, zijn liefde geeft mij aan die hand. Toen hij voor mij door die doorn te weg, in mijn hand schreef in zijn hand. Dat schrikst van mij, van zijn liefde. Niks wat komt tussen ons en mij niet. Al ga ik poort, al ga ik zuid, trek ik woens, mijn tekst voor mij. Zal zijn liefde mij daar krijgen. Als een roven is mijn koortje. Als een roven is die werken van zijn hand. Van die eerste lucht in die morgen. Weer die donker nacht. In zijn naam zal ver iemand staan. Is die naam door elke naam. In het was zo het begin. Hij zegt zijn liefde wel bestemd. Bij Asen schrikken we. Asen Roemen is mijn koorde. Asen Roemen is die werken van zijn hand. Van die eerste lucht in die morgen, in die donker nacht vandaan. Als het roemend is mijn koorde, als het roemend is die werken van zijn hand. Van die eerste lucht in die morgen, in die donker nacht vandaan. Van die eerste lucht in die morgen. Kan wees. Ek hoop dus ook vir jou een groot voorreg om hier te wees. Laat ek net sien, wie was die vorige keer hier toe ek bedien het? Ek sien, daar is maar min van u. Ek wonder hoekom. Nee, dit is een groot voorreg om hier te wees. Het is altijd lekker om die woord van die Here te kan bedien, maar daar is ook een groot verantwoordelijkheid. Want ons moet weet, hier sit allemaal die kinders van Jesus. Die kinders van God, ons is niet bezig sommer maar net met iemand nie. Dit is een belangrike gedeelte, wanneer ek met u wil deel vanoggend, weet dat ek, ach, u belangrijk, omdat God jou belangrijk geacht het. Hy het jou so belangrijk geacht, dat hy sy seun gegee het om te sterf, zodat ek en jy kan lewe. Weet dat ek sien u niet sommer as iemand nie, ek kyk op na elkeen van u, want jy het Jesus lief. Ek is hier om jou te dien vanoggend, ek is hier om jou te bedien, met die woord wat die Here op my hart gelê het. Nou, ek hou daarvan as dinge net so bietjie ligter is, dat ek ook dalk net eers kan asemhaal. Nou, wie van u is wetsgehoorsame landsburgers? Ok, wie is nie wetsgehoorsame landsburgers? Ok, dit is nou bietjie makkeliker, jy sien. Ek het nou net gekyk, hier is een paar ouens wat eers gelieg het, en toe besef het, hy het gelieg. En toe maar weer die hand opgesteek het, jy weet, dat hy oon sikkel om by die spoedgrens te bly. Ek het 'n ander keer een van julle broers probeer vang. Ek kon het nie reg kry nie. Hy het vir my weggery, en ons al twee was in geleende voertuie. Dis wat het erger maak. Theo, kan ek kar ry?
Ek het een keer achter hom probeer aanry. Nou, Matthew, ek het nog nie kans gehad om jou te sê nie, maar jy het die waarheid gepraat. Hy het uit 'n sekere BMW uitgeklim en toe sê hy vir my, hierdie kar, haal jy my moeilik uit. Toe sê hy vir hom, nee, maar dis nie my type kar nie. Hy sê, ons praat weer, nou, ons kan nou maar weer praat, hoor. Dis enige man se type kar daar. Dit was 'n 750 BMW. Nou, ek wil vir jou sê, as jy daar uitklim dan, klim jy moeilik terug in jou beskeie kiaikie wat daar onder die afdak staan. Dit ry nogals anders, maar dis lekker om saam die Here te kan dien. En om te kan loof en om te sing tot eer van sy naam. Peer, julle musiekspan, ek wil vir julle komplimenteer. Sê as ek vanoggend net hier kon sit en net kon luister, het ek meer ontvang as wat ek ooit kan gee. Dis lekker om so die Here te loof en prys. Ek wil vir julle sê, waardeer julle musiekspan. Kan ons vir hulle lekker hande klap gee? Kan ons hulle waardeer? En onthou, ons waardeer hulle nou, maar die eer en die lof kom God toe. Amen. Moet hulle nie vereer nie, asseblief. Vereer God. Amen. Verheerlik God. Erken hulle, wees dankbaar. En geniet hulle. God het 'n tyd. God het 'n tyd. Daar is 'n bepaalde tyd. En as ek nou daaroor praat, dan dink ons heel eerst aan die boek Prediker. Daar is 'n tyd vir elke ding. Maar God het 'n tyd en 'n tydsberekening waarby ek en jy moet inskakel. God pas nie in by jou tyd nie. Jy moet inpas by sy tyd. En dan vra jy nie wat is jou naam, wat is jou van, wat is jou amp, waar kom jy vandaan, bring vir my jou CV dat ek kan sien of ek vir jou iets spesiaals kan doen nie. Hy het ons allemaal even lief. Want hy het vir ons gesterf, toe ons sondaars was. Toe ons nog vijande van die kruis was, het hy vir ons gesterf. So daar is geen goedheid, geen niks binnen my, wat die tydsberekening van God moet aanpas om by my te pas. Party ouens dink toch so. Daar is seisoene in jou leven. Wie van julle het al seisoene beleef? Dink elke hand kan opgaan. Ons het seisoene beleef. Seisoene van oorvloed, seisoene van droogte, seisoene van koue. Julle weet, ons mense is ons nooit gelukkig met die seisoene nie. As het koud is, is het te koud. As het warm is, is het te warm. As het reën, dan reën het te veel. As het nie reën nie, dan reën het te min. Daar is nooit te... Nou, wie van julle het groot geword waar jou ma, jou pa, jou geleer het, dat alles met een te aan een sonde? Dis hoekom ek tot vandag toe nie groente eet nie. Daar is een te aan. Ek jok sommer, ek is baie lieve groente. Goed, daar is een tyd wat God vir ons dinge wil doen. Maar is ek en jy gereed vir dit wat God wil doen? Kom ons lees net gauw Leviticus 26. Nou ek het vir hulle daar bo so 'n klomp skrifte gegee. En ek het gesê, ek weet nie of ek by almal gaan uitkom nie. Maar dis irrelevant. Leviticus 26 vers 3 sê, as julle in my insettinge wandel en my gebooie hou en dit doen, sal ek julle reëns gee wanneer? Op die regte tyd. En die land sal sy opbrengs gee en die bome van die veld sal hulle vrugte gee. God sal, wanneer ek en jy getrou is aan wat hy wil hê, ek en jy moet doen, op die regte tyd, die reën gee. Ons bly in 'n somerreënval gebied. Het die winterreën vir ons enige nut? Betreffende die plante groei, die vrugtebome, nee, dis nie sy tyd nie, dis nie sy soen nie, dis die tyd wanneer hy water nodig het nie. God ken die tyd van jou lewe. Vertrou op hom. Kom ek en jy, hou aan om te doen wat hy wil hê ek moet doen. Nou, ek sien hier is 'n paar gewoontes of tradisies of noem dit wat jy wil binnen die gemeente, wat goed en reg en mooi is, en dis so ook in ons gemeente. Maar daar is ander gewoontes, ander tradisies, ander manier van dinge doen. As jy nou so vinnig vir jou buurman kyk wie jy nou een high five moes gee of net jou handpalle moes wys, dan is hy anders as jy. En hy beleef dalk vir oggend 'n ander seisoen as jy.
Daar is een ander tyd, daar is een ander tydvak in sy leven wat God met hom bezig is. Maar omdat hij niet diezelfde als jij is, nie, maakt het hom niet afvallig van Godse woord. Nie. Omdat hij dalk nou een beetje winter geestelijk beleef, sê nie, hij is niet kind van God. Nie. Ek wil vir jou sê, dra mekaar sy laste, vervul so die wet van Christus. Skies as ek nie baie vir julle kyk nie, ek sê gewoon dan opkyk. Ek sê elke keer as ek afkyk en my vrou of my tong uitsteek, sal ek opkyk vir julle. God het een bepaalde manier om het elkeen te werk. Weet je wat, ek het al geleer dat jy na party ouens toe kan stap en vir hom sê, hey, dien jy die Here? En hy kyk jou eers so aan en hy weet nie wat om te antwoorden en sê, nee, jy vat te lang, jy het nodig om tot bekering te kom. Maar vir aanhou, as jy dit vir hom sê, draai om in hart loop. Vir aanhou moet jy sê, ek sien dat jy lyk so bietjie ongelukkig. Is dat dalk ietsie verkeerd? Kan ons dalk jou help met ietsie? En so met die draai moet jy uitkom en sê, het jy al jou hart vir Jesus gegee? En dan sê, begin die ou dalk net huil en hy sê, ek het nog nooit dit gedoen. Maar as jy om met so'n storm loop, raak geloop het, het jy om afgeskrik vir ewig. Dis hoekom die tydsberekening van God in my en jou leven so belangrijk is. Dat ek en jy daarby moet inskakel. Net soos wat ons mense anders hanteer, hanteer God my en jou anders. Wie dan na iemand sy leven gekyk, dan sê, as daai goed met my gebeur het, weet ek nie of ek dit sou maak nie. Raai wat daai selle ook kyk na jou leven, en dan sê die selle oor jou leven. Die goed wat die seisoene wat na ons kant toe kom, die goed wat met ons gebeur, God gee jou krag, vertrou op hom. Maar jy sien, ons fokus raak op dit wat gebeur, in stede van om te doen wat God wil ek moet doen. God wil eerste hê, sien, daar het my vrou tong uitgesteek. Sy het nie, ek beloof julle, sy sal nie vir my tong uitsteek. God wil hê dat ek en jy in aksie moet wees. Daar moet van my en jou kant af een daadwerkelijke aksie wees om te doen wat God wil hê. So mooi pastoor Steven vanoggend gesê, liefde is een daad. Ek het eers gedog het my preeknotas beet gehad. Maar omdat ek God lief het, moet ek tot een daad oorgaan. Om te doen wat in die skrif staan, is nie een mooi besluit nie. As dit net in ons gedagtes is, het ons daarom al iewers ter veld gewen. Maar ek wil vir jou sê, dit moet in ons handelinge sigbaar word. En ons sal die seën van God beleef. In Deuteronomium 11 sê, as julle dan goed luister na my gebooie, wat ek julle vandag beveel, om die Here julle God lief te hê en om te dien met julle hele hart en julle hele siel, dan sal ek die reën van julle land gee op die regte tyd, vroeë reëns en laat reëns, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel. Ons moet nie vergeet wat ons gebring het tot waar ons is nie. Ons het nodig om by daai waardes te bly. Die oomblik wanneer die reëns val, kan ons nie alles laat los en sê, nee, nou het God geseën, nou het ek nie meer nodig nie. Die Here wie ek dien, het beheer oor alles. Hy is nie net al omteenwoordig nie, hy is ook almagtig. Maar daar is een teenstander, die duivel, wat rondloop soos een brullende leeuw, en wat soek om te steel, te slag en te verwoes. Ek wil vir jou sê, wees gereed, hy is daar. Hy is daar. Moenie dat iemand jou vertel, omdat God almagtig is, kan die duivel jou niks doen nie. Pas op. My Bybel sê, jy wat meen dat jy staan, pas op dat jy nie val nie. Ek en jy het nodig, as ons daadwerkelijk bezig is om te doen wat God wil hê ons moet doen, wil ek vir jou sê, los jy nie openinge vir die duivel nie. Dan is jy waakzaam, dan is jy op jou pasoppens. Een ou wat sit, raak makkelijk ontspanne. En jy het nie nodig om baie te concentreer om te sit nie.
Dit is redelijk makkelijk. Maar wanneer je begint loop, moet je kijken waar je loopt. Want als ik niet kijk, nie, gaan ik hier afval. Hier is daarom niet iets anders om te breken behalve mijzelf. Maar wanneer ik begin in beweging kom, moet daar concentratie wees. Ik moet kijken. Vrouw me voor ziel, als je oor 200 kilo se uur gaan, moet je wakker wees. Hij beleefd het weer. Hij was niet alleen skuldig nie, hoor, onthou ek was achter hom. Is ons vergeven? Prijs die Heere. Volgende keer as hulle Piet op soek, gaan ek julle allemaal instem. Het is vannig vergeven. Ek en jy moet tot de actie oorgaan. Ons moet begin doen. Heet ons elkeen diezelfde functie? Heet ons elkeen diezelfde opdracht? Ja. Ons het precies diezelfde opdracht. Gaan dan in. Maak disciples van die wat jy uitverkies het. En leer hulle dit wat jy dink reg is om te doen. En wanneer jy so voel, doop hulle. Maar hoe leef ons? Wie se opdracht is dit? Sê myne. Nie nou sê joune nie, sê myne. Elkeen van onze opdracht. Hoe gaan ons bij dit uitkom? Ons moet begin dit doen. Ons kan het verkondig soveel ons wil, maar al dan jy nie gaan begin disciples maak nie, van alle nasies nie. Gaan jy sukkel om alles te onderhou wat God jou beveel het om te doen? Gaan jy sukkel om bij sy woord te bly? Gaan jy sukkel om in die tijdsberekening van God in te pas? Want elkeen van ons in hier die hele gebouw soek die voorspoed van God. Als je dit niet soek nie, die duivel klaar iets bij jou kom steel. Als dit met jou goed gaan, is dit niet een zonde nie. Die Heere wat ik dien is een God wat voorspoed voor mij wil geven. Hij zei, hij bedink mooie dingen voor mijn leven. Hij zei, het voor mij een hoopvolle toekomst. Dit is wat God voor mij in jou wil geven. Maar ons tijdsberekening moet recht wees. En om ons tijdsberekening recht te krijgen, moet ek en jy begin doen wat in zijn woord staat. Ons moet niet skurfies uitzoeken. Ek het al een paar keer in die Bijbel iets raak gelezen, dan sê ek, sjoe. Misschien verstaan ik nou niet, hierdie skrifie lekker nie. Dan moet ik maar weer gaan lees. Dan moet ik maar weer sê, sjoe, tot ik iets gaan veranderen in mijn leven. Om te pas bij die skrif. Die skrif kan je niet aanpassen om te pas bij jouw leven. Nie. En ons kan maar denken, ons is eindelijk al reeds engelen die God gestuur. Ons is perfecte kinders van die Heere. Daar gaan iwers in die woord vir jou een surprise wees. Daar gaan iwers iets wees in jou leven wat je kan aanpas. Wat je bykie net een verstelling moet maken. Ons is niet verloren, nie. Wie van jy is sondaars? Ek het nou nie al boog gekyk nie. Wie van julle is sondaars? Kyk, daar is so paar wat nou nog gaan uitneem. Ik was een zondaar. Maar ik is gewas door die bloed van die lam. Hij heeft mij een nieuwe mens gemaakt. Hij heeft die zondige natuur uitgehaald en een Jezus natuur in mijn binnenste kom inplant. Zodat ik oor die zonde kan heers. Ik en jij kan heers oor die zonde. Moet niet laat die duivel vir jou een rat voor je oor kom draai en sê jy is maar een zondaar nie. Weet wie is jij in Jezus Christus. Staan op voor wie je is. Als ik en jij die mentaliteit het van ik is maar een verloorder, raai wat gaan jij wees. Maar als ik kan opstaan in die kracht wat God mij geeft, dan is ik meer als een oorwinnaar. Je weet wat betekent het om meer als een oorwinnaar te wees. Verstaan jy dit? Kan het gauw vir jou verduidelik, is makkelijk. Dus soos ek werk die hele maand, krijg een paycheck, dan vat my vrou. Ek is die oorwinnaar, sy is meer as een oorwinnaar. Christus het die prijs betaal. Jy is meer as een oorwinnaar. Jy het nie nodig om weer offer te bring. Wat een offer kan ek en jy gee? Groter as die offer, Jezus Christus. Hy het die volmaakte offer klaar vir ons gegee. Kom ons leef in die oorwinning wat God ons wil gee. Kom ons kom in die tijdsberekening van God.
weet niet meer waar ik op die bladsy nie. Romeine 5 vers 6 sê vir ons, kijk, jy kan enige plek in die Bijbel lees, dan moet je net eerst weer een skrifje in Romeine gaan kry. Hy sê, want toe ons nog zwak was, het Christus op die rechte tijd voor die goddeloze gesterwe. Die tijdsberekening van die kruisdood van Christus was 100% in tijd. 100%. Hij moest niet vroeger kom sterf nie. Hij moest niet later gekom het nie. Die feit dat ek en jy vanochtend in hier die kerkgebouw is, is 100% in die rechte tijdsberekening van God. Die feit dat jij vanochtend hier is, sê dat jij het vanochtend ja gesê, toe God gesê het, ek het met jou een afspraak. Irrelevant of jy taak het om te verrig in hierdie kerkgebouw vanochtend al dan nie. Misschien het jy gekom net omdat jij die klavier moet speel, ek weet nie. Ek hoop nie, het was die enigste rede hoekom jy gekom het nie, maar kom ons sê maar. Jy het net gekom om die klavier te speel. God het een afspraak met jou. Al was die afspraak om voor mij iets te betekenen, dan sê ek, prijs die Heere, jy was hier. Maar weet je wat, so het God de afspraak met ons, en als ons begin doelgerig vir Christus leef, dan kan ek nergens my bevind sonder die afspraak van God nie. As jy morgenochtend opstaan en werk toe ry, sê Heere, ek ry, want ek het de afspraak met u. Heere, ek ry, want u kan my gebruik vandag. Ek kan vandag die opdracht van God uitvoer. Ek gaan iemand naar die Heere toe lei. Heere, vandag gaan ek een getuie vir u wees. Is ons tydsberekening nog reg? Toe ons vanoggend daar achter net saam bid en ons so 'n bietjie net gesels. Je weet, wanneer ons kinders van die Heere bij elkaar komen, dan wil ons mos net van elkaar preek. Want het is lekker om die woord van God te deel met elkaar. Als dit niet opgewondenheid bij jou brengt, is dat een probleem. Je moet opgewonden wees oor die woord van God. Toen so 'n bietjie praat, toe sê ek iets. Ek sê, dat is vanoggend mense wat hier kan wees. Maar hulle het gekies om niet te komen. Daar is nie verskoning hoekom hy nie kan wees nie. Hy sit vanoggend by die huis of hy loop hier by kolonnade rond. Of hy net gesê vanoggend, ek wil vanoggend bietjie laat slaap. Werk het nie by julle so nie. Kom allemaal, pastoor Steven is al julle gemeentelede elke Sondag hier. Nee. Met ander woorde, julle wat vanoggend dees, kom nie elke Sondag nie. Het is lekker as ou nie die ouwens ken nie, man. Jy kan sommer goed te sê. Ek gaan nie as excuus sê as ek nou vanoggend op jou tone trap nie. Dit is ook maar oké. Okay. Wees maar kwaad vir my. Maar ek wil vir jou sê, God het met jou afspraak elke dag. Is jy bereid om na te kom? Jy sien, ons het so gewoond geraak van ontvang. Ons moet ontvang, ek moet kry. Ek gaan kerk toe om een goeie woord te hoor. Ek hoop dat die pastore daarom gebid. Ek hoop uit by die Heere gehoor, ek het nodig om een goeie woord te hoor. Dit is nie verkeerd nie, maar wat het jy gebring vir oggend kerk toe? Wat het jy kom bied vir oggend? Ek wil vir jou sê, wanneer ek en jy begin om te dien, ontvang ons ver meer, as wat ons ooit sou ontvang, as ons nie begin dien het nie. Christus het ons geleer om te lei deur wat te doen? Deur te dien. Hy sê, ek sal jou verhoog op die rechte tyd. Moenie jy dink, iewester, kan jou beeldjie maar mooi skyn nie. God sal jou verhoog op die rechte tyd. En daar's verskillende areas en gebiede in ons lewe. Elkeen van ons wat hier in hierdie gebou is vanoggend, het nie net een lewe nie. Daar's verskillende areas. Jy het 'n huwelikslewe. Jy het 'n sosiale lewe. Jy het 'n kerklewe, jy het 'n werklewe. Is daar nog iets? Party het nog nie huwelikslewe nie, hulle het nog net 'n vrylewe.
gezinsleven, een sportleven. Dus en kan hier die goed interact met elkaar? Dit kan niet, dit moet. Want je ziet, ik kan niet op die sportveld anders wezen als bij die kerk. Dan kan niet bij die kerk anders wezen als in mijn huwelijk. Dan kan niet in mijn huwelijk anders wezen als bij mijn werk. Ik moet diezelfde wezen. En om hier die dingen te doen, betekent dat die tijdsberekening van God in mijn leven, gaan ik eer. Wat gebeurt in mijn leven, ontvang ik van God. Ons wil die zien beleef. Ons wil die mooi beleef. Ons wil in die zomers wees waar die blaren op die bome sommer reig is en daar vruchten op elke boom is en dat net goed gaan. Daar is water in die rivieren en die dammen is vol. Praat van je geestelijke leven. Zolang die stil waters op die mooi groen gras zit, wat kort gesny is, waar nie papierkies rondleen. Wie kan parken in ons land onthou waar het so gelyk het? Groen, prachtige blomme, nie papierkies wat rondleen. Hier en daar een bankje wat skoon en niet geverf is. Wie ken vandag so parke? Blommetjies het verlep, die gras het gegroei. Het lyk baie keer dat die blare, nie blare gereen nie, maar papieren gereen. Wat het verander? Wat het verander? Die persoon in beheer het verander. Wie is in beheer van jouw leven? Jij of God? Je ziet die oomblik wanneer ik God niet meer in beheer van mijn leven heb, val ik uit elkaar uit. Nou wil ik een tekst aanhalen, nou gaan ek hom verkeerd sê. Spreuke 3 vers 6, dank je mevrouw. Ik wil het altijd omrecht. Spreuke 3 vers 6. Ik amper zeker, hij sê so. Hij sê, ken om en al jou weer. Hij zal jou paie gelijk maken. Ken om in wat er weer? Alles. Allemaal. Allemaal. Weet, wanneer ik God so begin ken, wanneer ik begin doen wat in zijn woord staan, krijg ik mijn leven in lijn met die tijdsberekening van God. Dit is wat ik bezig is om te doen. Ons probeert te veel om door ons daden die timing recht te krijgen. Als jullie niet die timing of tijdsberekening goed verstaan, nie, dan praat ik met Pierre. Hij gaan jullie zeggen, als een ritme bij je lied. En als je niet daarbij inpas, nie, dan lijkt het soos wanneer ik probeer te zingen en ander klap op diezelfde tijd. Die tor val af. Ik moet een van die twee doen. Ik heb zoveel ritme, maar ik kan eerst een voordeur te lopen. Maar ik hoop mijn tijdsberekening met God is nog reg. Dit is voor mij die belangrijke tijdsberekening. Die Heer het ander ouwens groot gaves gegeven om ons te bless en voor ons een seën te wees. Ek wil vir jou sê, ken hom in al jou weer. Hoe gaan ik blij bij wat God mij gegeven het om te doen? Ik heb het laatste keer gezegd toen ik hier was. Wie kan het onthou? Drie goed wat ons doen in ons gemeente. Nee, my vrou, jy mag jy sê. Ik heb gepraat van die drie elle. Wie kan dit onthou? Ik heb van drie elle gepraat. Ach Heer, geef hier jou onze geheer. Ik heb te lang laat hier gepreek. Lees, leer en leef. En in die volgorde. Ik moet Godse woord lees. Als ik hom nie lees, sal ek hom nooit leren. Nie. En ik moet hom niet net lees omdat lees is. Nee, ik moet hom lees om hom te leer. Ik moet het hier binnen kry. Want weet je wat, daar bij die werk, kan je niet laat ek net gauw kyk, wat sê die Bijbel, hoe moet ik nou optreden? Jij moet doen, broer, sister. Jij moet doen, jij moet leven, jij moet aangaan. Als iets jou pad langs komt, moet jij weet hoe om op te treden. Je moet weet om je woord te doen. Als het niet binnen is, nie, gaan je focus maken. En weet je wat die focus? Kost ons dier. Kost ons dier. Want als ik dit gelezen heb en ik heb het geleerd, dan kan ik dit leven. Dan kan ik die pad lopen.
dan kan ik die seën van God beleef. Dan is ik in die tijdsberekening van God. Dan is ik op die rechte tijd, op die rechte plek. Dan gehoor as ouens 'n bagen koop, dan sê hy, nee man, ik was net op die rechte tijd, op die rechte plek. Ek wil vir jou sê, daar is geestelike bagens oorals te kry. Jy moet op die rechte tijd, op die rechte plek wees. En God het een manier, dat wanneer ek en jy gehoorzaam is aan hom, die rechte tijd en die rechte plek ons komt zoeken. Wie van u het God al vertrouw als je kooskas te leeg is? Wie het al belei is, jou kooskas te helemaal leeg is om te zeggen: ik vertrouw op God. Is het makkelijk? Is niet makkelijk met een leeg kooskas, maar met een vol kooskas is het baie makkelijk. Dus ik vertrouw op God. Ik wil vir jou sê, als ik God ken in al my wee, dan wordt het makkelijk, ongeacht die omstandigheid, want het is Godse tijdsberekening oor my lewe. Ek kan hom vertrou, al beleef ek 'n winter, is oké, okay. Is oké, okay. Morgen, ek gaan die son weer skyn, daar kom weer een tijd, op die rechte tijd gaan God mij weer verhoog, gaan hy weer die reëns breng, hy sal my nie laat verdroog en verdorren nie. Ek vertrou op God. Kan ons vanoggend sê, Here, ek wil op u vertrou vir die tydsberekening van God in my lewe. Here, dis nie meer ek wat belangrik is nie. Dis nie meer ek wat happy moet wees nie. Here, maar ek wil hê dat my lewe myne u gelukkig moet maak. Want dan weet ek gaan die seën van God beleef. Ek moet nie die Here dien net omdat hy my moet seën nie. Verstaan my reg vanoggend. Maar God wil jou seën. Hy wil oor jou lewe oorvloedig uitstort. En is die duivel wat het kom steel, omdat ons te min weet van die woord van God. Kom ons buig ons hoofde. As jy in jou hart wil saam bid vanoggend, is jy welkom om saam met my te bid. En op God te vertrouw. Dat hij voor ons zal geven die begeertes van zijn hart. Heere, baie dankie, dat ons vanoggend kan weet, u is God. Heere, ons hoeft niet vanoggend te wonder wie u is nie. Ons hoeft niet vanoggend te wonder wat u kan doen nie. Want ons weet, u kan alles doen. Heere, u het my siel gered. Het my lewe kom niet maak. Het aan my goddelike natuur kom gee. Here, as u my lewe kon omkeer, kan u enige iets doen. En vanoggend kom vra ons, dat u vir elkeen van ons sal help. En ons kom soek u hulp vanoggend. Ons kom vra dat u deur die Heilige Gees vir ons 'n nuwe krag, 'n nuwe moed en 'n nuwe ywer sal gee om die dinge te doen wat u wil hê ons moet doen. Here, dat ons sal ophou praat, dat ons sal ophou net mooi plannetjies maak, dat ons sal ophou beplan, maar dat ons sal doen wat u wil hê ons moet doen. Here, laat ons elkeen persoonlik ons taak sal opvat. Sal opstaan, die lewe en die wêreld in die oë sal kyk en sê, saam met my God loop ek 'n bendestorm. Saam met my God spring ek oor 'n muur, maar Here, ek gaan opstaan in die krag wat u my gee en ek gaan begin doen dit wat ek gedink het onmoontlik is, want dis nie my werke nie, dis u sin. Here, sodat ek binne die tydsberekening van God sal staan. U liefde sal ervaar, u seën sal ervaar, maar Here, dat ek verander, 'n seën sal wees, Here, dat ek 'n dienaar van Godse woord sal wees, Here, dat ek 'n dienaar van Godse mense sal wees, dat ek nie my jouself hoor sal ag as enige iemand nie, maar dat ons sal begin doen wat God wil hê ons moet doen. Here, ek vra dat u in ons harte 'n nuwe gesindheid sal plaas. 'N gesindheid van nederigheid. Gesindheid van, ek wil dien. Een gesindheid van, ek wil op die rechte plek wees.
zodat u ons kan gebruiken. Dank u, Heere, dat u ons liefhet. Dat u niet met een zwaard oor ons koppen staan en ons koppen wil afkappen als ons verkeerd doen nie. Maar dat u ons leidt in die rechte richting. Vraag dat u ons dier hier die Heilige Geest sal leid, sal bekrachtig, dat ons modelkinders van God sal wees. Niet omdat daar goedheid in ons is, nie, maar omdat u goed is en omdat u God is. Ons eer in naam. Amen.